Hallo, mijn naam is Carla Korst, ik ben geitendierenarts bij Gelre Dierenartsen in Groenlo. En ik mag jullie vandaag iets vertellen over hoe je de geiten gezond houdt in de zomerperiode. Een van de tips om de geiten gezond te houden in de zomer gaat over vaccineren. Om te grote nadelige gevolgen van vaccinaties, zoals Q-koorts, maar ook Clostridium, te voorkomen, is het verstandig om deze voor de zomer uit te voeren. De koortspiek die veel geiten krijgen na een Q-koortsvaccinatie heeft een groter nadelig effect op de voeropname in een warme periode dan wanneer het wat koeler weer is. Tijdens een warme periode is de drinkwatervoorziening van groot belang. Bereikbaarheid van de bakken, reinheid en smakelijkheid van het drinkwater zijn zaken waar je aan moet denken. Controleer regelmatig de waterdruk bij alle drinkbakken en maak ze dagelijks schoon. Bij een krappe drinkwatervoorziening ontstaan er vaak rangordeconflicten in warme periodes. Tijdelijk extra waterbakken plaatsen helpt om alle dieren, ook de dieren lager in rang, onbeperkt toegang te geven tot drinkwater. Als het erg warm is, gaan geiten meer knoeien met water. Het is belangrijk om de potten vooral rondom de drinkbakken royaal in te strooien, zodat ze droog genoeg blijven. Natte plekken rondom de drinkbakken geven een verhoogd risico op eierontsteking en pootproblemen. Tijdens bedrijfsbezoeken zie ik veel type stallen en ervaar dan ook de verschillen in klimaat. Een stal met een geïsoleerd dak zorgt voor een beter comfort voor de geiten, zowel in de zomer als in de winterperiode. Daarnaast kunnen ventilatoren en een vernevelingsinstallatie zorgen voor het verlagen van de temperatuur en meer frisse lucht bij de geiten. Dit is Boukje, mooie zwarte geit hier in de stal. Als mens, als je zwarte kleding draagt, heb je meer last van je stress in de zomer buiten. Maar Boukje heeft daar gelukkig geen last van, omdat ze in een mooi geïsoleerde stal loopt. Naast de geiten zelf is een pot vol met stro en mest de grootste warmtebron in een geitenstal. Als je uitmest voor de zomer, bijvoorbeeld eind mei, zijn de potten gedurende de zomerperiode minder vol. Er wordt daardoor minder warmte geproduceerd in de stal en de geiten hebben minder moeite om hun lichaamswarmte kwijt te raken als ze een minder warm lichtbed hebben. Met de tips over vaccineren, drinkwater, uitmesten en het klimaat kunnen jullie goed voorbereid aan de zomer beginnen. Hopelijk hebben jullie de dierenarts dan niet veel nodig deze zomer en kunnen jullie lekker uitrusten op jullie eigen Capribica.